Welkom bij Kreeën Keveltje en welkom bij deel 2 van de Dikke Dekenkal. We zijn hier gebleven. We hebben de eerste banen gemaakt. Het werk zit nog op de naald en we hebben de laatste lus nog niet doorgehaald. Vandaag ga ik werken met de kleuren lichtblauw 8112 met de beetje roze-paarsige kleur 3410 en met de groen, mintgroen, lichtgroen 7120. En natuurlijk met de grijs waar we al mee bezig waren, daar werk ik ook nog mee verder. Oké, we knippen de draad af, want ik ga een nieuwe kleur gebruiken nu. En we gaan bobbels maken. Misschien kennen jullie dat al wel. Heb je het al een keer vaker gemaakt? Ik nog niet. Ik vind het wel leuk eruit zien altijd, maar er is er nog niet van gekomen. Dus ik dacht, ik ga dat nu maar eens erin verwerken. Eventjes deze ophalen en de andere netjes wegwerken. Kijk, je kunt dit zo wegstoppen door het zo meteen mee te haken, het uiteinde. En die nieuwe, die haak ik gewoon mee. We beginnen met het keren van het werk. Zo. En dan haken we nog een vaste in deze steek. Nou, we doen ook nog even een losse. En dan een vaste. Zo. In de volgende, die slaan we over. En dan werken we hier, dus deze slaan we over, dan werken we hier een bobbel in. Dat wil zeggen een stokje maken, maar niet volledig afronden. Omslaan, doorhalen en dat is dan het tweede stokje, die maken we ook niet af. Dat zou dan hier doorhalen zijn. Nog een omslag, doorhalen en door de eerste twee halen. Dan hebben we er al 1, 2, 3. Kun je tellen? Hè? Je kunt het zien. Dit is de steek die altijd op de naald zit. En dit zijn de steken van de stokjes. Nou, gaan we nog voor nummer 4 omslaan, doorhalen. En de steek ophalen. En door die eerste twee halen. Dus 4, omslaan, doorhalen. Doorhalen, omslaan en door de volgende twee. Dan hebben we er 5. Nou komt de echte. Omslaan, doorhalen, door de eerste twee en vervolgens door allemaal halen. En dan maken we nog eventjes een losse er doorheen. Dat is toch wel aan te raden om dat ook te doen. En dan ontstaat er een mooie bobbel. Dan gaan we weer een vaste haken in de volgende steek en nog een vaste in diezelfde steek, eentje overslaan en dan maken we daar weer een bobbel en dan maken we zo de toer eventjes af en dan kom ik zo, laat ik zo de rest van de toeren zien. Oké, het schiet lekker op het werkje, het valt erg mee, ook al lijkt het langzaam te gaan, ik laat er nog een paar zien. Zo. Twee vaste in één steek, één steek overslaan en dan één, twee, drie, vier, vijf. 6 en doorhalen door allemaal. 1 losse, 2 vaste, 1, 2, omslaan, 1, 2, 3, 4,
6 en we halen hem nog allemaal en de losse. En dan aan het eind van het werk doen we 2 vaste. Ja, het haalt niet uit om nog hier ook nog weer iets in te doen. Dus we doen hierin 2 vaste. We kunnen er ook voor kiezen om hier ook nog een vaste te doen. Ja, we doen de 2 vaste. Als het zo uitkomt, je hebt 2 steken over, kun je beter de 2 vaste verdelen. Zo, dan ziet het er net eruit. Nou gaan we weer het werk keren voor de 2e toer. Knip het draad, knip het werk af. En dan pakken we weer de kleur waar we mee begonnen zijn. Dat is het mooiste, dan valt de bobbel dadelijk mooi weg. Ik zei net, we werken de draad in. Je kan het ook naar de hand de eindjes aan elkaar knopen. Nee, de eindjes wegwerken kan ook naar de hand met met de stopnaald. Of met een kleinere haaknaald wegwerken. Je kan het ook meewerken. Het voordeel van dit garen is, omdat het wol is, dat het ook wel een beetje aan elkaar vilt. Dus dan hoef je het niet helemaal zoals met katoen uitgebreid uit elkaar te halen en alle kanten op te steken. Maar kun je het gewoon meehaken, dat is wat makkelijker. Oké, even een stukje terug. Om het netter te maken. Die er doorheen halen. Kijk, dan komen we weer mooier uit. Even aantrekken. Zo, draaien we het werk om. En deze moet er tussen. Wat moeten we ertussen doen? We moeten 2 stokjes tussen de vaste maken. Echt ertussenin. Dus dit wordt eventjes een losse ketting. Aan het begin van de toer. Ik kan beter zo doen. 2, 3. Ketting van 3 lossen. En dan nog een stokje ertussen. Ik zal het dadelijk beter laten zien. Zo. Dus dit zijn dan zogezegd 2 stokjes. En dan in de bobbel bovenop, de kleine lusje, daar maak je alleen maar een vaste. Kijk, en ik neem nou het eindje neem ik mee. Dus als je denkt, dat is dat voor draadje? Dat is dus het uiteinde van de vorige toer. Deze er doorheen, zo. En dit is alleen maar een vaste. Oké, weer 2 stokjes tussen de 2 vaste van de vorige toer. Zien jullie dit? Dit zijn de 2 vaste, dus hierin 2 stokjes. 1. 2, oh. Ja, weer een vaste in de kleine lus. Vaste. En weer 2 stokjes. Zie, ik heb het eindje nog steeds, maar ik kan hem ook al afknippen. Dat zou al prima gaan. En dan blijft het nog wel zitten, het werk. Zo, 2 stokjes weer. En weer een vaste. En zo maken we de toer helemaal af. En dan hoort er nog een 3e toer bij. Ook weer in het grijs. Dus dadelijk gaan we ook nog even keren. Met dezelfde kleur nog 1/3 toer. En dan heb je de bobbelsteek klaar. 3e toer laat ik zo meteen zien. Oké. Een vaste boven de bobbel. En aan het einde van de naald nu, vaste boven de bobbel, 2 stokjes tussen de 2 vaste in. Hier had ik er 2 niet in dezelfde steek, dus dan moeten we hier zijn. 2 stokjes hier zo. Ja. En dan kunnen we het werk gaan keren. Nou, dan komen we dus bij toer 3. Dat doe ik weer met deze grijs. En toer 3 zijn alleen maar vaste in elke steek. Dus eventjes een losse lus, draaien we het werk en dan haken we dus alleen maar, hier hoeven we niet meer, dat hebben we niet gedaan, haken we dus alleen maar vaste de hele toer. Ik ga zo meteen
een andere kleur gebruiken als basiskleur, zeg maar. Dus niet voor de bobbel, maar voor de basis. En ik vind het eigenlijk wel mooi om dan de toer van de vaste, dus toer 3 die ik nu aan het doen ben, om die dan eventjes nog een keer te doen met een nieuwe basiskleur. Zodat de bobbels wat mooier van elkaar afzitten en dat het niet meteen weer in elkaar overloopt. Dus ik ga zo meteen met de lichtgroen ga ik nog een toer vast te maken. En dan begin ik weer met toer 1 in de kleur paars. Dat worden de bobbels. Laat ik zo zien. Kijk, alleen nog maar even vast te haken. En dan gaan we zo over naar de volgende kleur. We hebben net de vaste gehaakt met de kleur grijs. Dat was toer 3. En nu gaan we de stokjes haken in de nieuwe kleur, in de basiskleur. Ik zei eerder dat ik vaste ging haken, maar dat is niet de bedoeling. Haken stokjes, dat ziet er wat mooier uit. Daarna weer een toer van de bobbel. Dan weer een toer van de stokjes tussen de vaste in en een vaste boven de bobbel. Stokjes tussen de vaste en een vaste boven de bobbel. En dan weer één toer van vaste. En dan hebben we het voor deze keer klaar. Ik hoop dat je de video leuk vond. Laat een reactie achter onderaan de video of duimpje omhoog als je het leuk vond. Tot de volgende keer!